Today, I feel like I'm paying back a debt that I have to you. Vandaag wordt er iets terugbetaald wat hij nog voor ons heeft openstaan. That is, as undoubtedly many of you recall, when we spoke last time about Sukkot, which was admittedly a couple of years ago, I deliberately avoided speaking about the eighth day. En we hebben het eerder eens behandeld, dit feest, Sukkot, een tijd terug. Alleen toen hebben we het niet gehad over de achtste dag. En dat wil hij vanavond met ons gaan maken. Well, my excuse was that I had so much to say about the other seven days that I certainly wasn't going to spend more time than I did on talking about the eighth day as well. Toen had hij zoveel tijd nodig om alle zeven dagen een beetje te verklaren. Er was al heel veel natuurlijk van te vertellen. Dus toen kwam hij niet toe aan de achtste dag, maar dat gaan we vanavond doen. And we do have quite a bit to say about the eighth day indeed. En natuurlijk is er ook heel veel te vertellen over de achtste dag. So now this gives us an opportunity to pay up on this debt and speak about the eighth day. Dus vandaag gaat hij dat eens goed maken met ons allemaal en de achtste dag behandelen. Beyond the Sukkah and beyond this world. Het thema van vanavond is boven de Sukkah en boven deze wereld. Now, a good way to begin, I think, is by our noting what seems maybe even like a contradiction in Scripture. En we gaan beginnen wat misschien voor ons op het eerste ogenblik lijkt als een tegenstrijdigheid in de Schrift. That is, if you look at Exodus chapter 23, in both verses 14 and 17, we read about the three pilgrimage festivals, in Hebrew, Shalosh Regalim. We gaan kijken naar Exodus 23, vers 14 and 17, both. Okay, we gaan kijken naar Exodus 23. Vers 14 en 17, beide dus. In both instances, we talk about again. In the Hebrew, Shalosh Regalim. In English, three pilgrimages. En in het Hebreeuws staat er dan Shalosh, dat is ook drie. Dus drie maal opgaan, drie keer een pelgrimsreis maken. It's actually in the Hebrew regalim, but we find mal pe'amim, shalosh pe'amim, likewise, in Exodus chapter 34, in verses 23 and 24, and again in Deuteronomy chapter 16, verse 16. I don't know if we'll read the verses inside because our time is limited, but again, in every instance, we speak of three times a year coming before God, three pilgrimage festivals. En het wordt dus ook genoemd nog in Deuteronomium en nog op een andere plek in Exodus. Maar het staat ervoor dat het drie keer was verwezen om drie keer op te trekken voor het aangezicht des Heren. Drie keer een pelgrimsreis moest men maken. We even read about these as the three pilgrimage festivals in the Bible's description of the offerings brought by King Solomon. En ze worden ook nog genoemd door bij koning Salomo, die dan ook inderdaad drie keer optrekt om deze feesten te vieren. Dus drie keer te verschijnen voor Gods aangezicht. In Kings 1, chapter 9, verse 25. In Koningen 1, Kings 1. Yes, Kings 1, chapter 9, verse 25. Koningen 1. Hoofdstuk 9, vers 25, staat als genoemd. And although they aren't given there by name, in a similar presentation, in Chronicles 2, in chapter 8, verse 13, we read explicitly about three times in the year, and they have names, Chag HaMatzot, the festival of unleavened bread, Passover. Chag HaShavuot, the festival of weeks, Pentecost. And Chag HaSukkot, the festival of tabernacles.
En ook in Kronieken wordt het dus genoemd. Wist je er in Chronicles? Was het? In Chronicles 2, chapter 8, verse 13. Oké, okay, ook in Kronieken wordt het dus genoemd. In Kronieken 2, hoofdstuk 8, vers 3. En daar heeft het ook over drie feesten. In het Hebreeuws staat er dan Chag HaSukkot. Dus alle drie de feesten worden daar dus ook genoemd. Dus wat wij dan ook weer vertalen met Pesach, Shavuot, dus onze Pinksteren zeg maar, en Sukkot, het Loofhuttenfeest. So, we know that one of these three is Chag HaSukkot, the Festival of Tabernacles. En één daarvan is dus het feest van Sukkot, dus het feest van de tabernakels, wat het ook al genoemd, of het Loofhuttenfeest, zo noemen wij het ook. Well, how long does the Festival of Tabernacles last? Maar hoe lang duurt eigenlijk dit feest, het feest van de tabernakels, het Loofhuttenfeest? The answer seems to be very explicit in Leviticus chapter 23. Het antwoord vinden wij terug in Leviticus 23. If we begin looking at verse 39, I'm going to deliberately skip the last words of the verse. But the first part of the verse tells us, on the 15th day of the seventh month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall keep a feast to the Lord 7 days. En we lezen in Leviticus 23, vers 39, het eerste stuk van dat vers. Het laatste stuk laat hij even zitten. Vers 39, dus toch op de 15e dag van de 7e maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij 7 dagen het feest des Heeren vieren. En de volgende vers, in vers 40, we read about the 4 species that we take in our hand on the Festival of Tabernacles, the palm branches, the citron, the myrtle, the willow. And again, God tells us explicitly in verse 40, you shall rejoice before the Lord your God 7 days. En dan gaan we verder kijken naar vers 40. De eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer uw God. En weer zaten 7 dagen lang. En again in verse 41. We read, and you shall keep a feast to the Lord 7 days in the year. En opnieuw in vers 41. Gij zult het als een feest des Heeren vieren, 7 dagen lang in het jaar. And finally, in the following verse, in verse 42, with respect to the very obvious observance of this festival, we read, you shall dwell in Sukkot, in booths, in huts, for 7 days. En opnieuw, in vers 42, in loofhutten zult gij wonen, 7 dagen lang. Allen die in Israël geboren zijn. Dus weer wordt het genoemd 7 dagen. So, how many days is the holiday? 7 days. Nou, heel duidelijk hebben we dus nu al gezien dat dit feest 7 dagen duurt. And just in case Leviticus chapter 23 isn't enough for us, we could also look in Deuteronomy in chapter 16. En omdat het hier misschien, nou is het voor ons natuurlijk wel heel erg duidelijk, maar we gaan ook nog even kijken naar Deuteronomium, hoofdstuk 16. In verse 13, you shall observe the feast of tabernacles 7 days. Deuteronomium 16, vers 13, weer wordt het hier genoemd, het loofhuttenfeest zult gij 7 dagen vieren. And again in verse 15, 7 days, you shall keep a solemn feast to God your Lord. En opnieuw in vers 15, 7 dagen zult gij feest vieren ter ere van de Heer.
So, it sounds simple, except, of course, you already realize that I deliberately skipped the last part of Leviticus chapter 23, verse 39. Maar, zoals zo net al werd opgemerkt natuurlijk, we hebben dit even goed behandeld. Maar we hebben natuurlijk een stukje van vers 39 van Leviticus 23 even overgeslagen. Actually, the problem doesn't begin there. It begins in verse 36, where we read, on the seventh day you shall have an atzeret. I think it's often translated as a holy gathering or a solemn gathering to God. En we kijken nog even terug naar vers 36, want dat staat dus ook, op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben. It is indeed described as the eighth day, a day of the Sabbath, in verse 39 as well. En opnieuw in 39, vers 39, wordt dat ook genoemd, dat juist op de achtste dag, dat het een Shabbat zal zijn. And likewise, in Numbers, in chapter 29, where we again read of the cycle of the festivals of the year. En ook gaan we nog even kijken naar nummer 29. Daar worden ook nog de feesten, cycli genoemd van alle feesten van de Heere God. In chapter 29, verse 35. Nummer 29, vers 35. We once again read of this day as the eighth day that is, in the Hebrew, an atzeret. Again, usually translated as holy gathering or solemn gathering to God. En hier wordt dus ook weer genoemd dat de achtste dag zult gij een feestelijke vergadering hebben. In het Hebreeuws staat er atzeret. En dat staat dus ook voor een samenkomst, een feestelijke samenkomst. I'll note that we read about this holy gathering, solemn gathering, the atzeret to God, afterward as well, in the time of King Solomon, in Chronicles 2, chapter 7, verse 9. It's also at least hinted in Kings 1, in chapter 8 as well. And in the Second Temple period, in Nehemiah chapter 8, verse 18. En nu volgt een hele opsomming waar het ook zo wordt genoemd, dus dat het ook een atzeret is, een heilige samenkomst. Dat wordt ook genoemd in Kronieken, tweede hoofdstuk, en dan Kronieken 2 en dan het zevende hoofdstuk, vers 9. Maar het wordt ook genoemd in Koningen 1, hoofdstuk 8. En ook in de tweede tempelperiode komt het voor, dus weer die heilige samenkomst op de achtste dag. In Nehemia 8, vers 18. Now we're not going to look up all these verses because I realize our time is limited. But I do feel it's important to emphasize this point. On the one hand, we have a holiday that's 7 days long. And on the other hand, we have an eighth day. We gaan deze plaatsen niet allemaal opzoeken, want dat ontbreekt ons een beetje aan tijd. Maar hij wilde wel heel duidelijk zeggen, dus het is een feest van 7 dagen. Maar elke keer wordt die achtste dag genoemd, dat het een heilige samenkomst zal zijn. And again, to complicate things further, is this holy day part of Sukkot, an eighth day after all, or is it not? There are 3 pilgrimage festivals. Not 4. And yet, is this part of the Sukkot holiday? Dus de vraag is, hoort dan die achtste dag inderdaad bij het feest van de tabernakels, bij Sukkot? Want er zijn 3 pelgrimages genoemd, 3 keer dat men moest optrekken om deze feesten voor het aangezicht te voeren voor de Heere God. Hoort dan de achtste dag daarbij, bij het afsluitende feest of niet? Again, I'm going to stress as well that probably in terms of observances, the 2 most obvious expressions of the holiday of Sukkot, the Feast of Tabernacles, are the 4 species,
the palm branches and the citrons and the myrtle and the willow, and the Sukkot, the booths, the tabernacles. Wat het meest opvallende is bij Sukkot, bij het feest van de loofhutten, het feest van tabernakels wordt het dus ook genoemd, dat is natuurlijk de lulaaf die dan samenhangt met die vier opbrengsten van het land die ze meenamen en voor Gods aangezicht geven en brengen. Dus dat is zichtbaar. Maar ook de sukka natuurlijk, dus de loofhut die gebouwd moet worden. Well, you already know. With respect to both of these observances, because we just saw these verses in Leviticus chapter 23. We saw that in Leviticus chapter 23, verse 40, the four species are used as means to rejoicing before God for how many days? For 7 days. Only 7, not 8. Dus in Leviticus 23 vers 40 wordt ook heel duidelijk genoemd de vruchten die zij mee moeten nemen voor het aangezicht van de Here en daar ook vrolijk voor moeten zijn in die samenkomsten, maar het is wel 7 dagen lang. And the observance that gives the festival its most common name, the Sukkah, the booth, the tabernacle. Well, we also saw regarding the Sukkah in Leviticus chapter 23 verse 42. You dwell in the Sukkah for 7 days, not 8. En ook wat betreft de Sukkah, dat ze daar moeten leven gedurende 7 dagen, staat vermeld in vers 42 heel duidelijk. Dus die 7 dagen horen bij dit feest. En zo lang moeten de mensen wonen in de Sukkah. So what's this holiday about? This 8th day of a 7-day festival. Dus waarom de 8e dag bij een 7-daagse feest? I think there are a few important hints for us to consider in trying to answer this question. It's not so explicit, but we have to read the Bible carefully. And when we read carefully, we see the hints jumping out at us. En als je heel voorzichtig de Bijbel op de hand neemt en gaat lezen, voor zich laat spreken, dan krijgen we een paar hints. En daar gaan we naar kijken. En dan zullen we waarschijnlijk een antwoord vinden op deze vraag. So, the first hint that I'd like us to consider is what we see in Numbers chapter 29. De eerste hint om dit te begrijpen staat in Numeri 29. Now, Numbers chapter 29 might strike us as a not especially interesting passage of the Bible, and maybe not even relevant. En in Numeri 29 wordt iets beschreven wat op het eerste ogenblik voor ons niet relevant lijkt. Because, you know, in Numbers chapter 29 we read of the special sacrificial offerings that were brought in the Holy Temple on the special holy days of the year. En hier wordt specifiek eigenlijk vooral genoemd in hoofdstuk 29 de offers die worden gebracht tijdens alle feesten. Well, we continue to pray every day for the restoration of God's Holy Temple on earth. But for now, and for the last 2,000 years, we haven't had the Holy Temple to bring the offerings. En zoals we natuurlijk allemaal weten, is de tempel er niet meer. Natuurlijk hebben we de dagelijkse gebeden die we opzenden naar de Heer op God. En de laatste 2000 jaar, sinds de tempel er niet meer is, lijkt dus dit hoofdstuk niet meer van toepassing, omdat de offers niet kunnen worden gebracht. So, does Numbers chapter 29 really matter? En dan kun je natuurlijk zeggen van Numeri hoofdstuk 29, is dat eigenlijk nu nog van belang? Of course, the answer for any sincere Bible believer is every word of the Bible, God's word, it matters. En natuurlijk, wij als mensen die de Bijbel ter harte nemen en lezen, weten we natuurlijk ook dat God ons zijn woord geeft en dat elk woord wat in de Bijbel is opgeschreven, ertoe doet.
And, you know, in particular, in this regard, I think we always note Deuteronomy chapter 29, verse 28, the last verse of the chapter. En we gaan ook nog even kijken naar Deuteronomium 29, het laatste stuk van het hoofdstuk, de laatste vers van het hoofdstuk. The secret things belong to God our Lord, but those things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this Torah. En dat is een heel mooi vers, Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden deze wet volbrengen. So the words of the Torah are forever, whether we in practice can fulfill them today or not. Dus de woorden van de Torah zijn voor eeuwig, of we ze nu kunnen inderdaad uit kunnen voeren of niet. And especially, actually, with the sacrificial service. En speciaal natuurlijk ook voor deze opnoeming van allerlei offers die worden gebracht. In the last chapter of the prophet Hosea. In het laatste hoofdstuk van de profeet Hosea. In chapter 14, verse 3. Hosea 40, vers 3. 14, dus 14, excuse. We will offer the words of our lips instead of bulls. Because we don't have the bulls to offer, but we have our words. En daar staat een beroemde vergelijking. Even snel opzoeken. Hosea 14. Even kijken hoor. The final words of the verse. Yes. Hosea 14, vers 3. Komt met woorden van schuldbeleiders, keert u tot de Heer en zegt tot hem, vergeef de ongerechtigheid geheel en al en wees genadig. Wij bieden als offerstieren de belijdenis onze lippen. So of course then, while Numbers chapter 29, returning now to Numbers chapter 29, may not seem to us to be especially practicable, it still has lessons to teach us. En omdat we het in de praktijk dus niet meer kunnen waarmaken, omdat de tempel dus echt niet meer staat, is dus inderdaad nummerie 29 nog steeds van belang. So we have noted this in the past. First of all, if you count all of the offerings that are brought upon the altar in the Holy Temple on the Festival of Tabernacles, on the Festival of Sukkot, the amount, the quantity, is without parallel on any other holy day. En als je kijkt naar de opsomming van alle offers die moeten worden gebracht met het feest van het Loofhuttefeest met Sukkot, dan is dat niet gelijkwaardig met elk ander feest wat genoemd wordt in de Bijbel. Dit is echt heel veel. En het is een hele specifieke opsomming dus, maar het is niet vergelijkbaar met ieder ander feest wat beschreven is in de Bijbel. I'm going to note this swiftly, but in chapter 29, verse 13, we read that there were 13 bulls brought on the first day of Sukkot. In verse 17, that there were 12 on the second. In verse 20, that there were 11 on the third. In verse 23, that there were 10 on the 4th. In verse 26, that there were 9 on the 5th. In verse 29, that there were 8 on the 6th. And finally in verse 32, that there were 7 on the 7th. En als je dan gaat kijken naar nummer 29 vanaf vers 12, even kijken, begin ik dan goed. Maybe we'll just summarize. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7.
Ja. Dan zie je dus inderdaad dat er elke keer, ze beginnen dus met een, op het zoveelste dag, de zevende dag even kijken, en dan beginnen we met 13 jonge stieren. Dat staat in vers 13. En elke dag gaat er dus wat vanaf, tot aan, en dat staat dan inderdaad in vers 32, op de zevende dag, zeven stieren. Dus elke keer gaat er wat vanaf. Maar je kan wel voorstellen, het zijn heel veel dus. En het heeft natuurlijk een betekenis, het aantal. So, with a diminishing number day by day, from 13 to 7, over the course of the 7 days of the holiday, there were 70 bulls brought upon the altar. En als je dit dus gaat optellen, dus we beginnen met 13 stieren en we eindigen op 7 stieren op de laatste dag van het feest, dus 7 dagen lang. Als je dit aantal gaat optellen, kom je op 70 stieren die werden geofferd. That is of course 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. You can check me, please. Don't take my word for it. En je kan natuurlijk dat gaan optellen, hè? Dus 12. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. En dan kom je dus op 70 uit. We hoeven hem niet te geloven, we kunnen het zelf nakijken en daar rekenen. For our purposes, the significance of the total number, 70, is it represents, in a sense, the totality of life in this world. En 70 is natuurlijk een speciaal getal, maar dat staat natuurlijk ergens voor. Het staat sowieso voor de volheid van het leven. You know, of course, that the proverbial length of a person's life, as we read in Psalms, is 70 years. In een van de psalmen wordt het ook genoemd dat een mens 70 jaar kan worden. Iedereen weet waarschijnlijk de referentie van die psalm inderdaad. Als je sterk bent, zul je 70 jaar oud worden. Dus daaruit is de volheid van het leven. The number of archetypal nations descended from Noah is 70 nations. Maar ook, zoals we weten, zijn we vanaf Noach, worden er steeds 70 naties, 70 volkeren genoemd. Dus het staat ook voor de volheid van alle wereld, van de hele wereld. The number of descendants of Jacob, who came down to Egypt, including Joseph and his family, who were already there, again, 70. En ook was 70 genoemd toen Jacob met zijn familie en zijn, met heel zijn familie trok naar Egypte. Jozef was dat toen al. Dat was tijdens die hongersnood. Worden er 70 personen genoemd. Dus ook weer het getal 70. And the number of elders whom God bids Moses gather together to assist in leading the nation in Numbers chapter 11 is again 70. En ook in nummer 11 wordt 70 genoemd. En dan in de context dat Mozes 70 mannen aanstelt die hem helpen met een rechtspraak over het hele volk. So on all these levels, 70 signifies the totality of this world in time, in space, in mind, in everything. En 70 is het beeld van de totaliteit van deze wereld, van het leven, van de naties, van tijd, van ruimte. Daarin wordt 70, is daar een beeld van. And significantly, this is something that is diminishing over the course of the 7 days of the 7-day holiday of Sukkot. En ook dit doet het dus weer toe, op de 7e dag van het feest van Sukkot, dat loofhutterfeest. And then comes the 8th. Dus met de 7e dag van het loofhutterfeest sluit je het feest af, al deze offers van de 7e, en dan komt de 8e dag. I think what's most glaring
regarding the comparison with the eighth is, well, the Sukkot holiday as a whole has more offerings than any other. And the first day of Sukkot, in particular, has the most offerings at all, of all, including the 13 bulls. The eighth day has the fewest of all the holy days. Dus hier ga je dus, gaat hij proberen een vergelijking te maken tussen de eerste dag van Sukkot, waar dus heel veel offers worden gebracht, en de achtste dag, waar dit volgens mij niet wordt genoemd. Dus dan is het een rustdag, het is ook een Shabbat. Fitting, isn't it, when one considers that for the 7 days of the holiday, we have the commandments of the four species of the Sukkah, whatever they signify, and we discussed in the past what they signify, they are rooted in this world. And the eighth day, they're gone too. And de opdrachten voor het vieren van de 7 dagen van Sukkot zijn dus heel duidelijk weergegeven. Ze moeten de lulav samenstellen en met de vruchten voor de Heer God verschijnen en een sukkah bouwen. En van de 8e dag wordt eigenlijk niks geschreven. Voor de 7 dagen van Sukkot dus wel. Hele duidelijke bevelen zijn daarvoor gegeven. So, when one considers then the message to glean from Numbers chapter 29, it very much corresponds to what we've already seen. It's not just less and less, that's the 7 days of the holiday. It's completely removed from all of the manifold aspects of the offering that pertain to the 7 days rooted in this world. The eighth day is just something entirely different. Dus bij de opzomming van hoe je dus Sukkot moet vieren, die 7 dagen lang, met al de offers, is dus de 8e dag echt een heel aparte dag. Het staat er echt ook los van. Het is niet verbonden aan het feest. Omdat het gewoon geen offers worden gebracht, zijn geen duidelijke aanwijzingen. Het stopt gewoon de 7e dag. En de 8e dag staat voor totaal iets nieuws, zou je kunnen zeggen. Now, this is of course an important indication of what this eighth day is about, but it's not really adequate because it's telling us more what it isn't than what it is. What it doesn't have, rather than what it does have. Dus een beetje vreemd natuurlijk. We hebben dit nu allemaal een beetje behandeld. En dan lijkt dus de 8e dag vooral te lijken voor te zeggen van, we hebben een opzomming kunnen geven van wat het vooral niet is. Maar eigenlijk hebben we dus nog geen antwoord op wat het dan precies wel is. And that brings me to our second hint as to the identity of the eighth day. En we gaan kijken naar de tweede hint of aanwijzing wat de 8e dag zou kunnen betekenen. We've mentioned the word earlier. Now we really need to understand what it means. The Hebrew word atzeret. We gaan kijken naar het Hebreeuwse woord atzeret. Want misschien ligt daar de sleutelwoord in. That is, we encounter this word in describing the eighth day in Leviticus chapter 23, verse 36, in Numbers chapter 29, verse 35, the two places where we read about the eighth day in the Torah. In de Torah wordt dus genoemd de 8e dag, dus Leviticus 23 vers 36, Numeri 29 vers 35, waar de heilige samenkomst ook wordt genoemd op de 8e dag. It's interesting that we also read the same word atzeret in referring to this day in the story of King Solomon in Chronicles 2, chapter 7, verse 9, and in the Second Temple period in Nehemiah, chapter 8, verse 18. Always the same word, atzeret. Maar atzeret komt dus ook nog 2 keer anders voor.
En dat hebben we al even genoemd in 2 Koningen 7 vers 9. In de beschrijving met koning Salomon. Maar ook in Nehemia 8 vers 18. En dan komen we dus hetzelfde woord tegen. Now you of course are already well accustomed that when we encounter Hebrew words, we need to understand what they mean. Not by looking in the translation, but by looking at the root letters of the word. Maar om een Hebreeuws woord goed te begrijpen, gaan we niet kijken naar de vertaling, zoals wij hem terugvinden in onze Bijbel. Maar als je een Hebreeuws woord goed wil begrijpen, ga je kijken, wat is de stam, wat is de wortel van het woord? So for the Hebrew experts among you, it is probably obvious that the 3 root letters of the word atzeret are ein, tzadi, resh, atzor. En de stam van dit woord, atzeret, wordt gevormd door de ayin, de tzadi en de resh. Dus voor iedereen die een beetje Hebreeuws kent en de Hebreeuwse letters al kent, dat is de stam van dit woord, de ayin, de tzadi en de resh. Where does that word appear, that root, in its various forms? First, in Scripture. En dan gaan we vaak kijken, als je de stam van een woord hebt gevonden in het Hebreeuws, waar komt dit woord in de Bijbel het eerst voor? Well, the first appearance, near as I can see, is in Genesis chapter 16, verse 2. We gaan kijken naar Genesis 16, vers 2. Daar komt dit woord, de stam van dit woord, voor het eerst voor. Where Sarai, first name of Sarah, says to her husband Abram, the original name of Abraham, behold now, God has stopped me from bearing children. Daar lezen we Genesis 16, vers 2. En Sarai, dus dat is nog de oude naam, zeide tot Abraham, dus ook nog de oudere versie. Zie toch, de Heer heeft mij niet gegund te baren. To hold back, to restrain, is the meaning of the word atzarani, from the root of atzor. De stam die hier dus terug. Vind je terug in het woord van het zij mij niet vergund. Daar zie je de stam in terugkomen van het zij. Dus niet vergunnen, het is mij niet gegeven. There are quite a number of additional examples that we could cite. I'll just cite another 2. In the book of Judges, when we read about the story of the angel coming to the parents of Samson in telling them of his imminent birth. In Judges chapter 13, verse 15. Waar komt het ook in voor? Dat is in Richteren, hoofdstuk 13, vers 15, waar de engel de ouders van Samson bezoekt. It's clear that Manoach, Samson's father, didn't realize this was an angel. He says, let us restrain you, hold you back, stop you, until we shall make ready a kid, that is, to make a festive meal for you. And the angel of God says, even if you try to stop me, to hold me back, I will not eat of your offering. So again, atzor, meaning being held back, stopped. En hier komt het dus ook terug in Richteren 13, vers 15. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wij zouden u graag hier houden en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, al zou gij mij ook hier houden van uw spijzen, zal ik niet eten. Het gaat 2 keer over hetzelfde woord, of de stam komt dus hier ook in terug, tegenhouden, zeg maar.
zo net leek het op het niet gunnen, stoppen, tegenhouden. Dus dat is dus de stam van de betekenis van dit woord. A final example, just to make sure the point is clear. In Samuel 1, chapter 21, verse 8, a certain man of the servants of Saul was there that day, stopped, detained, held back before God. We gaan ook nog even kijken naar 1 Samuel 21, vers 8. Even kijken. 1 Samuel 21, vers 8. Yes. Even kijken hoor. Er staat dus ook iets van tegenhouden, maar ik zie het even snel niet terug. Hier gaat het over het zwaard van. Samuel 1, right? Samuel 1, chapter 21, verse 8. Yes, David tells to Achimelech. Could it be that we have different places where the chapter starts? I don't know. That is why I'm thinking also. So I was, you can read it first, then I look further. So again, that there was there a man from the servant of Saul who was stopped, detained, held back before God by the name of Doeg the Edomite. I see. En bij ons is dat dus inderdaad 1 Samuel 21 vers 7. Daar staat dan ook Doeg, die wordt dan ook genoemd. Die is hier afgezonderd, maar hij wordt ook tegengehouden. Nu zie ik het woord tegenhouden niet even terug in de tekst. En we zitten waarschijnlijk even dat hebben wij wel eens vaker, dat het niet synchroon loopt met onze vertaling en de vertaling die hij dan heeft. So, now that we've completed our Hebrew lesson for the day, what does it mean? En dit is dus inderdaad het einde even van de Hebreeuwse les van vandaag. Ik zie trouwens nog even terugstaan op vers 7, zie ik staan afgezonderd. Maar dat kan natuurlijk een andere vertaling zijn die niet goed vertaald is vanuit het Hebreeuws. Dus je kan ook zeggen stoppen of tegenhouden, want daar wil Rabbi Chaim naartoe, omdat dat de stam is van dit woord. Tot zover dus even de Hebreeuwse les. Dan gaan we nu kijken wat Rabbi Chaim daarvan gaat vertellen. That is, once again, we'll emphasize here, the Hebrew used to refer to the eighth day of this seven-day holiday is atzeret. From the same root, meaning to be detained, restrained, held back, stopped. Stopped? For what? Dus atzeret wordt dus echt genoemd voor de achtste dag volgend op dit feest. En dat heeft dus echt te maken met stoppen, tegenhouden. Maar waarvoor dan? So of course there are a number of different possibilities. And I'd like to share with you three that all make a lot of sense in the context and can all be parts of the answer. En we gaan kijken naar drie verschillende soorten antwoorden wat mogelijkerwijs hiervan toepassing is. The first is that since this eighth day is the last holy day before the winter, before what is here in the Holy Land, the rainy season. We had our first rain just a couple of days ago. Ah. And that itself is early. Wow. But the rainy season's beginning, and people aren't going to be moving around much during the rainy season. So this festival, which is the last one before the rainy season, is when God, as it were, tells us, stop, hold back, stay here one more day. One more day of celebration before you go back to your farms, before you go back to your towns and villages, before you go back to the rest of your life. Eerste uitleg, specifiek wat ook gegeven, dat de achtste dag speciaal is,
om nog even voor het aangezicht van de Heer te mogen vertoeven. Het is de laatste dag als afsluiting van alle feesten die zijn geweest, van de opgangsfeesten, de pelgrimsfeesten. En ook in Israël begint dan het regenseizoen. Dus dan is het sowieso een seizoen in de winter dat er weinig wordt gereisd. Mensen zijn vaker gewoon thuis, ook door de regens en de kou. En het is net of ze dan nog even een extra afsluiting mogen genieten voordat het regenseizoen in de winter aanbreekt. Dat kan een verklaring hiervoor zijn. En Rabbi Chaim noemde nog even dat ze al een beetje regen hebben gehad. Dus dat is erg vroeg voor dit jaar, maar misschien al een hele mooie zegen. That's again our first explanation of Atzeret. Second is noting that this isn't just the end of the festivals before the rainy season. This is, in a very real sense, the end of those festivals that mark the beginning of the year. Maar je kan ook zeggen dat dit ook een eindstreep is, een markering, zeg maar, het einde van de feesten van dit jaar. De hoge feesten zijn daar gebeurd, zoals God die heeft bevolen om op te trekken. En we gaan weer langzaam aan zeker naar het nieuwe jaar, een nieuw seizoen met hoge feesten. Dus het is echt de afsluiting daarvan. We discussed this in other contexts, how it is that we speak of a new year in what the Torah explicitly identifies as the seventh month. En we hebben natuurlijk laatst net besproken ook het nieuwe jaar wat we besproken in de zevende maand met Rosh Hashanah. Dus dat is de eerste dag van een nieuw jaar. And as we noted, the most explicit source in scripture actually refers not to the festival that we call Rosh Hashanah, but rather the festival of Sukkot. En Rosh Hashanah is dus inderdaad de eerste dag van het nieuwe jaar, van de telling die is dus laatst net weer begonnen. En dan is het eigenlijk dus een afsluiting van Sukkot, is dus net begonnen in een nieuw jaar, waarin dit feest dus nog plaatsvindt. Because in Exodus chapter 23, verse 16, we read that the Feast of Ingathering, which is one of Scripture's other names for this holy day, takes place at the end of the year. En dat is wel weer een beetje speciaal. Als we kijken naar Exodus 23, vers 16, daar wordt het feest van de inzameling genoemd. En dat is een ander woord voor Sukkot. En dat vindt plaats aan het einde van het jaar. Dus dat is weer een beetje verwarrend, want het lijkt weer een tegenstrijdigheid. Well, of course, we know enough to realize that when we get to the end of the year, we don't fall off the edge. Another year is beginning. So, of course, when one year ends, another year starts. But this beginning of the year is expressed specifically with respect to Sukkot, the festival in gathering, and specifically in terms of it being the end of the previous year. And wat hij precies wil duidelijk maken is dat als een jaar sluit, dat het natuurlijk niet het einde is van het leven of dat je dan van een berg afvalt. Het is wel een afsluiting van het verzamelen van de oogst van het land. Dus in dat opzicht kun je dus echt zeggen van het is het einde van het hele seizoen. Alles wat ingezameld en het is het einde van het jaar. So you get the end of the year and specifically commemorate on the last holiday that pertains to this ending of the year and beginning of the year, holding back before you leave and return to your ordinary affairs. Dus dan ook weer de achtste dag wordt dat genoemd van het einde van het jaar, het inzamelen van alle oogst, voordat je allemaal huiswaarts keert en het regenseizoen aanbreekt, nog even vertoeven bij elkaar om iets echt helemaal af te sluiten. Dus daar komt het dan toch een beetje op neer dat het een afsluiting is van het seizoen en vooral ook van de drie hoge feesten en van het
jaar, ook al is het nieuwe jaar net begonnen. Now these two aspects, of course, both pertain to it being the last day of the festival. But the additional dimension is not just the last day, it is the eighth day. And that brings us to our third understanding of atzeret, of that stopping, restraining, holding back. En nu gaan we nog kijken naar een andere uitleg, want de achtste dag is dus echt het stoppen. Het afsluiten wordt nogmaals genoemd het einde van. Dat wil hij wel heel erg duidelijk onderstrepen. Because of course, the number 8 comes after the number 7. En natuurlijk, nummer 8 volgt op nummer 7. 7, as we've discussed in other contexts, is the number that we see as symbolizing the completeness of this world. En ook het nummer 7 kun je dus eigenlijk vergelijken met de uitleg van het compleet zijn van de wereld, dat het af is. God creates the world in 6 days, and then there is the seventh that completes it, the Shabbat. De Heere God maakte deze schepping in 6 dagen, en hij compleet hem op de 7e dag. Echte afsluiting, dat is de Shabbat. Maar het is natuurlijk wel een totaal andere dag, want hij schiep niks. Maar hij voegt het wel toe op de 7e dag. That's in time. Likewise, in space. There are 6 directions in 3-dimensional space. You know, north, south, east, west, up, down. 6 directions. Plus that central point of origin, the 7th. Completeness of space, also the number 7. En dit, de opnoeming van 6 dagen heeft God de schepping gemaakt. Het is een compleetheid in tijd. Maar je kan het ook een compleetheid in ruimte zien. Je hebt 6 richtingen, boven, beneden, noord, oost, zuid en west, en ruimte. Dus dat zijn er ook weer 7. Daarin ziet men dus ook een volheid van ruimte. And then there's the number 8. En dan hier heb je de nummer 8, die volgt. 8 is not a number that pertains to this world. It goes beyond. Het 8 wil dus ook een beetje zeggen dat het een stopping is dus van deze tijd, van deze ruimte, van deze wereld. En 8 is dus een weergave van iets totaal anders, totaal nieuws, wat buiten deze wereld ligt. So for example, circumcision, which goes beyond this world, is on the 8th day. En wat bij hun bijvoorbeeld heel erg kenmerkend is, dat de besnijdenis plaatsvindt op de 8e dag. Dus dat kun je ook zeggen, dat de besnijdenis iets is wat duidt op iets totaal anders, niet van deze wereld, de betekenis daarvan. The high priest, beginning with Aaron, who is also charged with going beyond this world, wears 8 vestments. En ook de hoge priester Aaron krijgt 8 opdrachten, of richtingen, zeg maar, waar hij aan moet voldoen. Dus dat is ook een weergave dat de hoge priester Aaron en iedereen die daarna volgt, daarna hem opvolgt, zeg maar. Ook dat beeld van die hoge priester is dus totaal juist in die 8 iets heel diepgaands en totaal niet van deze wereld of deze tijd of deze ruimte. Het gaat erboven, het gaat veel verder dan dat. I'll also add that in both Psalm 6 and Psalm 12, we read of the 8-stringed harp. In our tradition, that's the harp of the days of the Messiah, that again go beyond this world. En in Psalm 6 en Psalm 12 wordt het ook genoemd de 8e dag. En daar staat het in de context van de Messias. En ook de Messias is, zoals we allemaal weten, niet van deze wereld, maar is veel diepgaander en veel verder dan wel. Dat is een hele mooie, diepliggende gedachte.
And maybe most tellingly, if we look at Psalm 19. We gaan nog even kijken naar Psalm 19, waar het dus ook in voorkomt. Psalm 19 begins by speaking about the grandeur of this physical world. Psalm 19 begint, vers 2 bijvoorbeeld, met Gods fantastische werk te bezingen en te groot te maken in deze wereld, de hemelen en de uitspansel ook bijvoorbeeld genoemd. Right, exactly. It talks about the heavens declaring the glory of God, the firmament proclaims his handiwork, and so on and so forth. Daar wordt dus inderdaad de hemelen worden verteld, en het uitspansel, het mooie wat God in deze wereld heeft geschapen, wordt genoemd. It's after the first seven verses that you get to verse number 8. The Torah of God is perfect, because that goes beyond this world. En je ziet dus een opsomming, ook in onze tekst eerder duidelijk in de Bijbel, dus Psalm 19. Eerste zeven versen, en dan heb je een stukje niks, en dan begint het achtste vers. De eerste zeven versen, dat is helemaal een opsomming van wat God heeft gemaakt op deze aarde. Vers 8 begint dan met totaal iets nieuws. De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel. So, atzeret, stop, hold back. A hold back from everything that pertains to this worldliness. And aim for something that goes beyond. Hier zie je dus ook weer de vergelijking, de achtste, het achtste vers. Atzeret wordt weer genoemd, wat hij aanhaalt. De wet des Heren is totaal iets anders wat buiten deze wereld ligt. Het is erboven. Het is van een andere dimensie, zou je kunnen zeggen. Beyond the seven days. Dus het is boven, de achtste dag staat boven de zevende dagen. Beyond the 70 bulls. Maar ook boven de 70 stieren die zijn geofferd met Sukkot. Beyond celebrating with the four species. And beyond celebrating with the Sukkah, the tabernacle itself. Het staat ook boven de lulav en al de... De vruchten die worden meegenomen ter ere van dit feest, maar ook de Sukka. Dus het is een stoppen, het is een terughouden, het is stilstand, het is een afsluiting. Achtste dag is dus inderdaad een hele veelvuldige betekenis wat eraan gegeven. The eighth day is beyond everything in this world, just celebrating with God. Achtste dag staat dus helemaal buiten deze wereld. Het is eigenlijk een feest samen met de Heere God. En zelf proef ik daar een stuk relatie of intimiteit in. In our tradition, it's in that manner that we understand in the Song of Songs, chapter 1, verse 4. When we go beyond the Sukkah, we say, as it were, to God, draw us. We will run after you. The king has brought us into his chambers. We will be glad and rejoice in you. Just with the king, with God. Without Sukkah, without four species, without anything else going beyond. In Hooglied zien we staan, Hooglied 1, vers 4. Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De koning voerde mij mee naar zijn vertrekken. Laten wij juichen en ons in u verheugen. Daar zie je dus ook, wat ik net ook een beetje noemde, de intimiteit met de Heere God. Dus je bent samen met hem. En dat is een beeld van de achtste dag. Small wonder that in our tradition, and it's a fairly ancient tradition, the eighth day took on an additional identity that isn't expressed explicitly in the Torah. It became Simchat Torah, the day of rejoicing with the Torah.
En juist omdat dus deze achtste dag een speciale dag is, alleen met de Heere God, hebben zij, dat komt natuurlijk erachteraan, Simchat Torah. Dat is de laatste dag, het afsluiting van het Loofhuttenfeest, is het feest van de Torah, van Gods onderwijzing, van zijn levenslessen. Again, the Torah takes us beyond this world. It is the word of God coming from beyond, coming from God and impacting on our world. And through it, through God's word, we're able to transcend the bounds of this world altogether. And juist door Simchat Torah, het vieren van de vreugde van Gods onderwijzing en vieren van het woord wat van God is, wat van boven komt, dat heeft een impact op ons allemaal, op de hele mensheid. En het kan ons veranderen zoals hij ons bedoeld heeft. Maar het verandert ons ook in het leven wat wij mogen leiden. Het verandert de wereld, zou je kunnen zeggen. So, the culmination of this month of celebration is the eighth day that takes us beyond. That takes us beyond everything. That takes us, as it were, directly into rejoicing with God. Dus de achtste dag is een afsluiting en het neemt ons mee om samen met de God, met de Heer God blij te zijn en voor hem blij te zijn, maar juist met hem die gemeenschap te hebben, wat veel verder gaat dan het aardse wat wij zien aan tijd en ruimte, staat er buiten. Zo. So. Is it part of the 7 days of Sukkot or not? Dus nogmaals de vraag: is het inderdaad hoort het bij de 7 dagen van Sukkot? Well, of course it's not. But why then speak of only 3 pilgrimage festivals? Maar natuurlijk, dat hebben we dus nu al geantwoord. Het staat er echt helemaal buiten. Maar we hebben 3 feesten. Perhaps because you can only reach this 8th level when you're standing on top of the 7 that are its foundation. En het is mooi, want alleen als je inderdaad ook misschien de 3 feesten al hebt gevierd, en pas alleen op. Als je op de 7e, als je tot de 7e zou kunnen komen, dan ben je ook bij macht om die 8e dag binnen te gaan. So the first summons, the summons of Sukkot, is to seek spirituality in this world, which is the 7th, like Shabbat. Dus de 7 dagen van Sukkot staan ook om de dagen, alle dagen worden wij geacht om God te zoeken in deze wereld, een spirituele geestelijke reis. En die eindigt op de 7e dag. In deze tijd, Shabbat. But ultimately, we go beyond the spirituality of this world. To a world of spirit that is entirely beyond. To rejoicing with God. Maar na de 7e dag, na de Shabbat, en als je geestelijk gegroeid bent, wij hebben machten om die 8e dag binnen te gaan. In een gemeenschap, in een relatie, in een vreugde, samen met de Heere God. In that realm, we find the truest happiness, just with God, nothing else. En daar ligt de grootste vreugde van ons allemaal, van ieder mens, in de nabijheid, in de aanwezigheid van de Heere God. Sukkot guides us to finding God in this world. The 8th day leads us beyond the Sukkah and beyond this world, as it were, to God himself. Dus de 7 dagen van Sukkot in deze wereld leiden ons naar de Heere God toe. Maar pas de 8e dag kunnen we hem echt, als we dat allemaal goed begrijpen, en als we echt ook inderdaad gegroeid zijn en het feest ook gevierd hebben, innerlijk, dan pas komen we op die 8e dag. De vreugde en de nabijheid van de Heer God. Chag Sameach. A happy holiday. And God bless you.
Chagsimea. Dus fijne feestdagen en God zegen vanuit Jeruzalem.